Je ziet het, het veld is nu nog leeg. Zo langzamerhand komen alle leveranciers deze kant op met hun spullen. En het is een behoorlijke klus om alles op tijd op de plaats te krijgen en te zorgen dat we alles in gereedheid hebben om de bezoekers te kunnen ontvangen volgende week. In Hummelo zal het wel bekend terrein zijn, maar ondertussen zien we jou nu nog wel redelijk wat op die plattegrond kijken. Is het ook lastig, zo'n nieuw terrein? Nou, het biedt ook nog weer een paar extra uitdagingen inderdaad, een nieuw terrein. Alles is nieuw, alles is nog niet eerder op tekening gezet. Dus je komt toch wel dingetjes tegen van hey, op de plek waar een paaltje moet staan, staat in één keer een hek. Of er staat een stuk bos niet op de tekening. Dus het is altijd eventjes puzzelen zo'n eerste jaar, zeker. Ja, geeft dat dan ook nog wat problemen met hoe het eruit komt te zien? Nou, problemen denken we sowieso niet in. We denken alleen in uitdagingen. En we hebben bijna overal wel een oplossing voor. Kijk, als er iets in de weg staat, een metertje naar links of een metertje naar rechts, dan kom je er altijd wel uit. Biedt zo'n nieuw terrein ook nog extra mogelijkheden? Ja, zeker. Een nieuw terrein, dus je hebt nieuwe plekken. Je kunt alles anders indelen naar je eigen inzichten. Natuurlijk heeft het ook een aantal beperkingen. Je zit gewoon met waterpartijen en andere dingen. Maar in principe kun je gewoon net het terrein indelen zoals je het zelf wilt. En wat is dan het lastigste van het opbouwen van zo'n festivalterrein? Het lastigste is denk ik om ervoor te zorgen dat iedereen door kan werken. Kijk, sommige werkzaamheden moeten na elkaar gebeuren. Dus de planning moet gewoon goed voor elkaar zijn. De materialen moeten er op tijd zijn. Leveranciers die op bepaalde tijden hun spullen moeten opleveren, zodat een andere leverancier er weer achteraan kan. Wat heb je liever? Slecht weer tijdens de opbouw, goed weer tijdens het festival? Of goed weer tijdens de opbouw, slecht weer tijdens het festival? Nou, het goed weer tijdens het festival is natuurlijk het allermooiste. Kijk, en slecht weer tijdens de opbouw. We hebben allemaal een regenpak, dus, en we zijn niet van suiker. Dus dat komt allemaal prima voor elkaar. We werken wel door.